Na de wedstrijd DVS tegen Harkemaanse Boys, Patrick Loenen. Ik ben fan van Ajax en van DVS. Beide is niet echt leuk momenteel. Hoe kijk jij terug op vandaag? Nou, ik denk dat ik ook deels op moet passen wat ik zeg. Laat ik beginnen dat wij als staf, en daar geef ik leiding aan de staf, verantwoordelijk zijn. Dus die verantwoording neem ik sowieso zelf. Maar dit is echt niveauloos. Ik ga het ook niet bagatelliseren. Ik hou het wel netjes. Maar dit vind ik niveauloos. Ja. Ja, want we speelden wel tegen een goede ploeg vandaag. Harkemaanse Boys had een plan. En jonge jongens, volgens mij allemaal een beetje halverwege de 20. Maar er zit ook een hoop vertrouwen in de ploeg. En dat zijn de dingen die ik niet gezien heb vandaag. Nee, maar kijk, vertrouwen creëer je natuurlijk met resultaat. En dat je het gevoel hebt dat je er beter bent. Maar ik nodig iedereen uit om die wedstrijd dan nog maar een keer terug te kijken. Bij voetbal horen een aantal basisdingen. Dat als je hem niet hebt, moet je samen verdedigen. Dat als je in de buurt van de bal bent en je bent verantwoordelijk voor dat moment, moet je er alles aan doen om het te voorkomen. Als we hem verliezen, moet je omschakelen. De eerste schakelen we de derde keer niet om en de derde keer ligt hij erin. De tweede, kun je tegenaan voetballen in ons weeg, ligt erin. We komen de rust uit en we zeggen nog tegen elkaar, we gaan het net iets anders doen. Ik kan de prullenbak in. Ja, loop maar door. Ja, maar eerlijk. Dat heeft niks met vertrouwen te maken. Dat vind ik gewoon kwaliteit. Ik vind dat gewoon niveauloos. Ja. En ik ben er verantwoordelijk voor. Maar natuurlijk zijn we er met z'n allen verantwoordelijk om daar weer vertrouwen in te krijgen. Maar er is een verschil. Ik weiger om alles op vertrouwen te gooien. Want dit vind ik gewoon niveauloos. Als je kijkt hoe zij, ik denk dat zij de eerste zelf 6-7 momenten hebben gehad die tegen Geel aanzaten. Gewoon mooie nette duels. En wij worden alle overal afgetroefd. Maar dat vind ik al het hele jaar. Ja, okay, de gele kaart die wij pakken is een frustratie gele kaart. Ja, dit heeft niks. Tuurlijk is het deels vertrouwen. Maar we missen de ene en de andere. We hebben denk ik ook 5-6 kansen gehad. Maar ik kijk nu niet eens naar de kansen die we missen. Ja. Als je kijkt hoe wij verdedigen. Eerst zelf ook voorzet. Die missen ze dan. Ze hadden gewoon één helemaal vrij. En ze staan er 3 toe te kijken. Ja, dat is volgens mij basisvaardigheden. Als ik verdediger ben en ik sta aan de 16. Moet ik zorgen dat de rood-witte niet vrij staat. We weten het allemaal mooi te vertellen. Maar, en nogmaals, ik ben verantwoordelijk. Ja. Ik ben de eerste, wij zijn de eerste die kritisch kijken. Maar als je tegen sommige dingen zijn, is niet aan te coachen en niet aan te voetballen. Nee, want ik zit af en toe naar je te kijken schuin. En dan zie ik de frustratie, denk ik, hierom ook wel bij de vanaf druipen. Ja, maar hoe reageren de jongens erop? Want dit vertel je tegen ons, maar dit vertel je ook tegen hen. Maar je kan ook niet iedere week boos worden. Je probeert bij de inhoud te blijven. En ik ga ervan uit dat zij dit met de beste intenties doen. Maar als dit de beste intenties zijn, dan is het gewoon niveau. Dan is het gewoon kwaliteit. Ja. En het zijn ook niet onze jongetjes van 18 of 19. Het zijn onze zogenaamde grote spelers die gewoon zwaar door het ijs zakken. En ja, dan ben ik zogenaamde grote trainer. Ja. En dan zak ik ook door het ijs. Alleen ik weet dat ik er al aan. Maar dit overkwam mij als speler gewoon nooit en never. Wat hier gebeurt, overkwam mij gewoon niet. Nee. En we laten het gewoon toe. Er zit ook geen. Dan mis ik ook een stukje onverzettelijk karakter van dit gaat mij vandaag niet gebeuren. Ja. En we weten het aan anderen te vertellen. We blijven maar breien, we blijven maar aan één kant voetballen. Dan maken we duidelijk als we de trainer erop. Gooi die bal van kant naar kant, gooi hem er dan in. Maar als je hem iedere keer blijft breien en je leidt balverlies, kom je iedere keer in de omschakeling. Nou, we hebben gezien hoe goed wij kunnen verdedigen. Dit zijn gewoon verdedigende basisdingen. Ja, Dien Bredewold, is man van de wedstrijd in een thuiswedstrijd van DVS. Ja, nou, dat zegt genoeg. De jongen heeft vandaag prima gedaan. Prima gedaan. Maar wat voor hem loopt, vind ik echt kansloos. Ja. Ja. En dan zeggen een paar nagelen. Als ik kijk naar een jongetje van, ik weet niet hoe oud, hoe is Owen Muller? 18, 19 jaar. Speelt een ongelukkige wedstrijd. Hè? Maar de ventje komt met zo'n gezicht er vanaf. Doet alles eraan. Speelt met het mes tussen zijn tanden. Ja, en dat mis je bij de jongens die ouder zijn. Gewoon schande. Ja. Dat is schande. Waarom blijft hij wel overeind? Ja. Nou, dat heeft denk ik iets met eergevoel te maken. Eergevoel is het. Eergevoel. Ja. Ook niet naar mij toe, naar je medespelers, naar de club toe, alles. Ja. En nogmaals, ik ben verantwoordelijk. Ze mogen tegen mij zeiken wat ze willen. Ze mogen me verantwoordelijk houden. Ze mogen doen wat ze willen. Maar eerlijk, kijk ook gewoon wat er geleverd wordt. Nogmaals, wij staan verantwoordelijk voor. Mm-hmm. Dat is schandalig. Ja. Dat vind ik gewoon schandalig. Echt. En niks met de nederlaag. Want als wij nou met 4-3 hadden gewonnen, uit het niets, had ik hetzelfde verhaal gehouden. En niks met resultaten te maken. Maar dit kan echt niet. Nee. Dit vind ik echt schandalig. Dat kun je toch niet vertonen. En je mag slecht spelen, daar heb ik geen moeite mee. Ja.
Maar gewoon basisvaardigheden. Tot het ziet er nog net niet arrogant uit. Nou, ik zag af en toe ook een beetje signalen richting jou vanaf de zijkant, woorden onderling, zeg maar. Dus ja, en dan voelt het voor een buitenstaander. Of die nou 18 is of een van mijn grotere spelers, structureel dezelfde dingen doen. Op een gegeven moment gaan ze logische dingen doen. Ja. Dan moet je niet met je handjes gaan zwaaien, dan ga je gewoon lekker zitten. Ja. Je moet gewoon leveren. Je kan ook iedere maand piep je ook niet als je je geld op komt halen. Nee, als je 3 dagen te laat betaalt, hangen ze ook met z'n allen aan de telefoon. Ja. Schandalen vind ik het. Ik neem er ook geen woord van terug, dit vind ik echt. Ja. Hey, we moeten wel toch ook een beetje vooruit gaan kijken. Ik wil het ook niet helemaal zo negatief afsluiten. Ja, heb jij dit eerder meegemaakt? En zo ja, hoe draai je zoiets toch wel weer een beetje richting de goede kant los van? Ja, maar ik ben niet nerveus over dat wij in de problemen komen aan het eind van het seizoen. Dat geloof ik helemaal. Daar geloof ik niet in. He, want dan ga ik gewoon anders spelen. Mm-hmm. Dan gaan we gewoon anders voetballen. Maar ik wil niet in zo'n modus zitten dat ik al zo moet denken. Ik wil dat we vooruit voetballen, maar dan gaan we gewoon anders spelen. Hoe draai je het om? Ja, je hebt geen zin om boos te worden. Je kan de 30 keer de beelden laten zien, hebben we ook geen zin. Wel mensen op gaan stellen. Proberen zoveel mogelijk mensen op te stellen. Ja. Los van of ze wel of goed kunnen voetballen. Die iets brengen. Mm-hmm. Iets anders brengen. Want aan dit diva gedrag kan ik helemaal niks meer. Heb je einde seizoen nog dezelfde jongens in je selectie zitten? 100% niet. Je bedoelt voor het nieuwe seizoen? Nee, dit seizoen gaat iedereen het einde halen. Oh, dat weet ik niet. Maar als ik volgend jaar trainer ben, sowieso niet dezelfde, nee. Ja. Misschien een andere trainer ook, weet ik niet. Misschien ligt het aan mij, kan ook. Nou, ik heb je in ieder geval kritisch gehoord ook naar jezelf en ook naar de spelers. Laten we daar mee afsluiten. Ik ben verantwoordelijk, maar... Ja, moet ik ervan zeggen. Nee. Jij hebt het toch ook gezien? Ja, zo schande naar iedereen binnen met een geel-zwart shirt, sjaaltje, is toch schande? Ja. Dat is schande. Trouwe mensen en die komen we vrije zaterdagmiddag €10 uitgeven om in ieder geval hier te komen kijken. En dan hoop je op meer. Weet je nog dat we tegen Urk speelden? Dat we niet groot speelden? Maar wat heb je gezien? Nou, dat was strijd en daar hadden we iets meer ingevoel dan we afgelopen weken gezien hebben. Ja. Maar ik denk, Patrick, laten we het hier mooi bij afsluiten. Dankjewel. Het is zoals het is. We spreken elkaar gauw. Okay.